Yo, ik ben Dylan Boonstra, 22 jaar en bijna afgestudeerd aan de HKU Audiovisuele Media. En momenteel werk ik als filmmaker en als redacteur bij Stuk TV. Dus dat is erg leuk. En Theaterschool Almere bestaat 10 jaar. Gefeliciteerd, en in dat kader hebben ze mij gevraagd om wat te vertellen over mijn tijd op de theaterschool. Want ik heb er toch een kleine 10 jaar op gezeten. Ja, en ik heb op de theaterschool in heel veel verschillende groepen gezeten. Ik ben begonnen in de musicalgroepen, maar op een gegeven moment brak de puberteit aan. Toen kreeg ik een beetje de baard in de keel. Toen ben ik toch maar alleen toneel gaan doen. En toen heb ik heel lang in de HIT toneelgroep gezeten. En ik heb dat als een super leuke, leerzame tijd ervaren. Ik heb super veel leuke vrienden gemaakt, waarvan ik een deel nog steeds zie. Dus dat is super leuk. Wat ik me kan herinneren is dat de sfeer gewoon altijd super goed was. We kwamen altijd een half uur van tevoren al naar de les toe met elkaar te chillen. En ik denk dat we een uur na de les nog steeds niet weg waren eigenlijk. En in de lessen leerden we gewoon superveel. En vaak werkten we ook toe naar een eindvoorstelling. Wat dan de kers op de taart was. Na het jaar natuurlijk. Maar Theaterschool Almere deed meer dan alleen theater. Want ik was niet alleen geïnteresseerd in theater, maar ook in film. Dus ze regelden ook dat we diverse filmworkshops kregen. En tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds contact met de theaterschool. Want als zij een keer een video nodig hebben, dan komen ze naar mij toe. En andersom ook. Ik werk nog steeds veel samen met acteurs van de theaterschool. Voor casting, voor films die ik maak. Nou ja, en als ik terugdenk, dan denk ik dat het me gewoon nog steeds zoveel heeft gebracht voor hoe mijn leven er nu uitziet. Want ik heb me ook gewoon een stuk leren presenteren daar. En dat is zo handig geweest voor sollicitatiegesprekken, maar ook voor klantgesprekken bijvoorbeeld voor mijn eigen videobedrijf. Mijn aanmelding voor de Hogeschool voor de Kunst Utrecht. En ik heb gewoon op de theaterschool geleerd om mezelf op een confident en zelfverzekerde manier te presenteren. Nou, ik hoop dat ik zo een beetje een beeld heb kunnen geven over hoe het nu met mij gaat naar de theaterschool. Ik ben dus nu meer in de filmwereld dan in het theater, maar mocht Soldaat van Oranje toch nog een rol beschikbaar hebben, hit me up.